Zo, hier zijn we opnieuw. Dus vorige keer, dus in het vorige filmpje, hebben we dus vooral een beweging gemaakt in hoog-laag met de armen erbij. Hè? Dus, en misschien heb je nu al een paar keer kunnen oefenen en hebben we kunnen voelen welk effect dat heeft op jezelf. Nu, een andere beweging die we gaan doen is een laterale verplaatsing, een zijwaartse verplaatsing. Dus als we de benen een beetje uit elkaar plaatsen en je verplaatst u eens van rechts naar links, doe dat maar een keer snel. Dus dan kunnen ze eigenlijk bewegen vanuit op verschillende manieren. Dus als je je knieën niet gebruikt terwijl je naar rechts of naar links gaat, dan ga je eigenlijk een beweging krijgen als volgt. Dus dat je eigenlijk uit je as glijdt. Wij gaan vanuit dat we dus een monoblok hebben, dus een eenheid tussen bekken, schouders, hoofd. En dat we in feite ons verplaatsen van links naar rechts, alsof dat je zo tussen twee muren zit en dat je dus daar niet anders kunt als heel recht te verplaatsen. Dus je gaat in feite je intentie plaatsen op de richting die je wilt nemen. Dus bijvoorbeeld, ik wil naar rechts. Dus, en ik wil heel mijn lichaam verplaatsen naar rechts. Dus als je je knie naar voren brengt rechts, gaat je knie links naar achter. Om in de juiste beweging te zitten. Als je nu terugkeert, op, je duwt je af op je rechtervoet. En je intentie is naar links, dan verplaatst je linkerknie zich naar voren en je rechterknie naar achter. We gaan een paar keer herhalen. Dus, wat is fout doen? He, dus wat gebeurt er soms? Dat de knie links te snel gaat en dat je dan gestrekt bent en dan rechts naar voren gaat. Zie je? Dus dan ga je in feite een halve cirkel maken. Dus doe maar een keer verkeerd. Dus in die zin, dus je verplaatst je naar links, je brengt je rechterknie naar achter en in dat die van achter is, breng je linkerknie naar voren. En dan merk je dat je dus in feite een beweging krijgt die wat roteert en zelfs omhoog gaat en terug. Dus doe nog een keer. Dus je gaat je been strekken, je gaat naar boven, op, knie gaat naar voren en je zakt terug. En dan nog een keer doen. Dus je duwt op je linkervoet, je voelt dat je omhoog gaat en je voelt dat je terug in je been of in je rechtervoet komt. Dus nog een keer. Ga naar boven. Dus de knieën zijn al bijgestrekt en nu gaat de linkerknie naar voren en je voelt dat je zakt. Dat is één beweging die je kan maken. In die maat is dat fout? Nee, dat is niet fout. Maar dat is niet de oefening die wij gaan doen. Dus zo kun je ook hebben dat je te veel op je linkervoet duwt, waardoor dat je eigenlijk een halve maan maakt. Dus dat je dus in feite geduwd op je voet en je roteert bijna met je romp. Dus dat gaan we niet doen. Dat zijn allemaal kleine bewegingen, maar dat is niet wat we willen doen. Dus wat we gaan doen is, we beginnen links. Dus de linkerknie is naar voren gericht. De rechterknie is volledig naar achter gericht. En we hebben de intentie om naar rechts te gaan. Dus voor jou is dat langs daar. Dus mijn rechts is jouw links. Oké. Dus, soms is dat moeilijk. En go. Dus we verplaatsen ons van links naar rechts. Alles van mij wilt naar rechts gaan. En alles van mij glijdt gelijktijdig in dezelfde richting. Nog een keer. Dus alles van mij wilt naar links gaan. Voilà. En neem de tijd om u te verplaatsen. Voilà. En toe te komen. Dus wat ook heel belangrijk is, is dat je dus alles laat starten op hetzelfde moment. Dus beide knieën starten op hetzelfde ogenblik. En ook je romp start op hetzelfde ogenblik. Voilà. Dus je kunt nu met je handen aantonen wat je aan het doen bent met je knieën. Dus mijn rechterhand is naar voren, omdat mijn rechterknie naar voren is. Mijn linkerhand is van achter. En go. Dus we komen terug. Hop. En we doen die beweging. Voilà.
We komen terug. En je mag gerust een beetje verder gaan in die beweging. We komen terug. Dat is leuk om te doen. Ja, dus hop, komen terug. Alles start gelijktijdig. Precies of je rechterhand neemt je rechterknie mee naar voren, je linkerhand neemt je linkerknie mee naar achter. En we doen nog één keer totdat we dus eindigen met de linkerknie voor, met heel ons lichaamsgewicht boven de knie. Dus let er ook op dat je niet zo staat. Of dat je niet zo staat. Dus probeer heel goed te voelen dat je één geheel hebt. Dat is een beetje oefenen. Dat is, in het begin is dat soms moeilijk. Doe dat even voor de spiegel straks. Of probeer het eens uit. Kijk naar jezelf. Doe met je ogen hetzelfde opnieuw. Ogen dicht. Opnieuw die beweging herhalen. Af en toe eens kijken hoe dat je juist beweegt. En dan de spiegel voor wat het is. Is laten staan, dus niet meer gaan kijken met de spiegel en dan die beweging in uw gevoel blijven doen. Maar nu gaan we de hand erbij brengen, dus de rechterhand. Dus op het moment dat we naar rechts gaan, gaat uw rechterhand uw romp meenemen. Dus denk aan die elastiekjes. Het is precies zo, uw hand trekt eigenlijk uw romp mee naar rechts. Klaar en go. Dus we gaan opzij. Rechterhand gaat naar horizontaal en het traject duurt weer 15 seconden. Alles stopt op het einde van de beweging en alles stopt gelijktijdig. Go. Dus hier is het alsof dat uw rechterarm heel uw volume meeduwt naar links. Eerste beweging. Tweede beweging, de arm gaat naar 2 uur. En go. We gaan opzij. Dus heel die beweging tot 2 uur. Top. En go. Alles gelijktijdig. Uw rechterarm duw de romp naar links. Gaat weer ietsjes verder. De evolutiviteit van de beweging. En go. Keren terug. Voilà. Nu gaan we tot 12 uur. Dus automatisch gaat uw arm eigenlijk sneller gaan dan de rest. Op zich al normaal, omdat er een grotere afstand is, maar het moet ook tegelijkertijd met uw kniebeweging eindigen. Dus op het eindpunt geraken en go. Voilà. Dus nu gaan we die nog een keer 3 keer herhalen, maar nu gaan we onze aandacht plaatsen op wat er gebeurt in onszelf. Dus op het moment dat uw rechterarm naar horizontaal gaat, voel je dat volume onder uw arm groter wordt, boven uw arm kleiner. Top. En op het moment dat je terugkomt, duw je het volume onder je arm naar je toe. En verplaatst het lichaam zich in dezelfde richting als de arm. En go. Komen terug. Nu gaan we naar 2 uur. Top. En go. Voilà. Absorbeer. En go. En probeer te voelen wat dat een bepaald effect heeft in uw romp. Krijg je meer plaats aan de rechterkant? Is er iets dat verandert? Dus je probeert bewust te worden van
het effect van de beweging. En terug. En we absorberen. Voilà. Dus nu gaan we de andere kant doen. Dus linkerarm gaat naar links, terwijl je verplaatst naar rechts. Hier voel je duidelijk een verschil. Dus de arm gaat de linkerkant op en je romp verplaatst zich naar rechts. Dat geeft een ander gevoel als daarnet. Hè? Dus en go. Komen terug en je voelt hoe dat de beweging naar elkaar toe komt. Dus je arm en je romp naar elkaar toe komt. En go. We gaan naar 10 uur. Ook hier voel welk effect dat heeft. De ruimte onder uw arm wordt groter, boven uw arm kleiner. En wat doet dat in uw volume van uw romp? En go. U blijft in uw beweging. Voilà. En opnieuw. Zij gaan tot 12 uur. En opnieuw. Dus arm en romp komen naar elkaar toe. Dus nu gaan we beide armen tegelijkertijd naar horizontaal brengen. Zie je? En wat geeft dat hier voor effect? Dus je verplaatst je naar rechts. De armen gaan naar horizontaal. Hoe sta je daar op dit moment tijdens de verplaatsing? Absorptie. En go. Keren terug. We gaan tot 10 voor 2. Of 10 na 10. Zoals je wilt. En go. Voilà. Neem alle tijd. Voel. Volume boven uw armen veranderen, volume onder uw armen. Het effect in uw volume, in uw romp, misschien op uw ademhaling. Dus laat u gaan, op tot 12 uur. En go, absorb. Neem de tijd. Probeer zoveel mogelijk waar te nemen zonder te denken. Dus door te voelen, niet door te denken. Voilà. Zie je? En die oefening kan je dus ook weer doen op muziek. Dus je doet eerst 3 keren die beweging. Dus naar daar en terug. Dan 3 keren. Die beweging, dus dat je dus tegenovergestelde beweging maakt met arm en romp. En dan doe je met beide tegelijkertijd. Nu kun je gaan vliegen. Dan kan het vrij bewegen zijn. Dus nu doe ik het heel snel. Zie, je kan het snel doen, maar je kan het alleen maar snel doen als je met gevoel, als je het al traag gedaan hebt en meerdere keren traag gedaan hebt. Maar het is niet de bedoeling van het snel te doen. Het is de bedoeling van het traag te doen en de effecten waar te nemen en daar te zijn, daar waar je bent, in beweging. Dus een kleine actieve meditatie ook, want ik denk niet dat je aan iets anders gedacht hebt dan aan wat we aan het doen waren. Oké, ik zie jullie de volgende keer misschien wel terug, hoop ik. En als er opmerkingen zijn of vragen of wat dan ook, stel ze, met alle plezier antwoord ik jullie. Tot later!